Zet je stropdas nu mee niet goed. Dat doe je nu mee, man. Ja, ik hou je blommen vast, inderdaad. Welkom weer bij een nieuwe Rieberby. Ja, we gaan een avondje naar de film. We zijn in Vlissingen in Cine City. Want daar spelen vandaag twee previews van documentaires van Omroep Zeeland. De eerste gaat over schaatsers de gebroeders Meussu. En de tweede de documentaire over Johnny Hogeland. Een heuse rode loper voor ruim 200 gasten en genodigden die de film eerder mochten bekijken. Ik heb een kaartje of hoe zit? Ah, oké, okay, dankjewel. Merci. Onder de 200 genodigden niet alleen familie, maar natuurlijk ook makers. Familie van makers. Maar wat ook leuk was, gewoon profs. Antoine Tolhoek, 's ochtends nog in zijn nieuwe Lotto Jumbo pak en 's avonds in de film. En hier Kees Bal in beeld, oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Maar ook gewoon Zeeuwse wielerhelden die even komen kijken. We gaan dus vanavond kijken naar twee documentaires die wij de afgelopen weken over deze Zeeuwse sporters hebben gemaakt. Dus is het nu tijd om te gaan kijken naar de eerste documentaire. Die gaat dus over de twee Zeeuwse winnaars van de alternatieve Elfstedentocht. Die elke dag alles geven en hopen op de echte Elfstedentocht. Kijkt u naar en geniet u van Elfsteden, twee dromen. En dan moet ik de camera uitzetten, want helaas mag ik niks laten zien. Nou, toch wat om te laten zien, de promo. Om sowieso maar een keer gereden te hebben, dat is toch waar je als schaatsen van droomt. Daar ga je voor schaatsen. Misschien dit jaar, misschien volgend jaar. Misschien komt hij nooit. En dan train je voor niks. Fantastische beelden in deze docu. En wat deze bijzonder maakt, je moet bedenken als sporter dat je nooit weet wanneer je hoofddoel zeg maar komt. De Elfstedentocht. Misschien komt hij wel nooit meer. Een Olympische sporter heeft iedere 4 jaar de kans. Een hele bijzondere docu en ik heb ervan genoten. Dus laten we gaan kijken. Deze documentaire, gemaakt door Stefan Eipjes, heet Afscheid van de Zeeuwse Leeuw. En dat is dus de documentaire over Johnny Hogeland. Ja, echt een aanrader, want wat laat het zien? Johnny Hogeland zoals hem eigenlijk niet kennen. Komt wel eens over als een beetje een Norse jongen, maar dat is hij niet. Ik ken hem al wat langer, ik weet ook dat hij zo echt niet is. Maar dit verhaal laat vooral zien wat nou belangrijke momenten zijn geweest in zijn wielercarrière. Natuurlijk die valpartij in het prikkeldraad, maar vooral die zware valpartij in Spanje. Dit is Stefan, mijn collega, maar natuurlijk ook de maker van deze prachtige documentaire. Ik ken genoten, Stefan. Heel goed, Mark. Ja, dat had je niet verwacht. Oh, stiekem wel. Nee, het was echt, echt mooi. Wat vond jij nou het mooiste gedeelte van de film? Toch eigenlijk ook wel de scène in de keuken tussen Peter en Johnny in plat Zeeuws, waar twee mannen een beetje lopen te pronken over hun hardloopprestaties. Maar het geeft ook wel een beetje de sfeer van het draaimoment aan. Allebei wilden ze heel erg graag meewerken, wilden ook hun verhaal vertellen. Maar ja, als je dan hier op een grote doek het verhaal van het Spanje-ongeluk, de impact daarvan en de nasleep daarvan voor Johnny terugziet, ja, daar word ik toch eigenlijk wel weer een beetje stil van. En chapeau dat hij dat durft te vertellen. Want er zijn denk ik maar weinig wielrenners die durven te vertellen dat ze er afgereden worden. En Johnny heeft dat hier wel gedaan en dat vind ik wel heel erg knap dat hij dat gedaan heeft. Want dit was de preview. Wanneer is die te zien? Oudjaarsdag om 8:30 en om 10:00 bij Omroep Zeeland op televisie. Zet je stropdas nu mee niet goed. Wat doe je nu mee, man? Ja, ik hou je blommen vast inderdaad. Zeker netjes in de vriend. Ja, ik vind van wel. Wat vond je ervan? Ik vond het heel mooi. Ja, ik vond het echt mooi. Ja. Het was heel precies wat het is. Ik herken een Johnny die ik ken, maar een heleboel mensen het niet kennen. Nee, dat zeggen de meeste themen. De meeste mensen die buurt in de kennen me zo wel. Ja, zo ben ik gewoon. Ja. Maar die zeggen ja, je kan soms wel een beetje. Soms kan ik wel een beetje kortaf wezen. Maar ja, dat, als je sporter bent, dan ben je dat soms gewoon een beetje. En ja, ik dacht gewoon altijd aan mezelf. Ja. En ja, dat moet eigenlijk ook wel een beetje denken. Maar verandering. Ik ben wie ik ben. Ik ben niet wat veranderd. Alleen ja, ik ben nu wel wat ontspannen natuurlijk. Meer dingen kunnen natuurlijk. Ik ben nu niet meer zo'n strikt schema altijd. Dus nee.
Maar een mooi document. Ja, ja, ik ben heel blij. Ja. Ja, dat is heel mooi. Gaaf, chapeau. Geniet ervan. Dankjewel. Wil je een biertje drinken, joh? Hier staat een Parijs-Roubaix winnaar en een Ronde van Vlaanderen winnaar. Die hebben hem ook gezien. En wat vond je ervan? Ja, ik vond het een documentaire die precies aangeeft hoe Johnny is eigenlijk. Ik bedoel, niet enkel als wielrenner, maar zeker ook als mens. En dat kwam in deze documentaire wel heel erg goed naar voren. En, ja, ik vond het prachtig spannend. Maar ik heb genoten vanavond. Mooi zo. Ja, nou, wat vond jij ervan? Dan hebben we het even over de docu van Johnny. Ja, ik vond het leuke documentaire. En kijk je achter de schermen in zijn dagelijks leven. Altijd leuk om te zien natuurlijk. Waar stond jij nou nog zelf van te kijken waar je van dacht van, god, dat wist ik echt niet? Dat weet ik even niet. Maar ik vond het gewoon een interessante documentaire. Over het laatste jaar van Johnny natuurlijk. Ja. Nou is Johnny heel zwaar gevallen. Ja. Je hebt dat nog niet meegemaakt. Ben je daar wel eens bang voor? Af en toe ben ik er misschien wel een beetje bang voor. Maar als je echt bang bent om te vallen, dan denk ik niet dat je in een peloton moet gaan rijden. Nou, twee prachtige documentaires. Ik vond ze ook echt schitterend. Zeker die van Johnny sprak mij aan, omdat we Johnny op een manier zagen die we niet heel veel zien. Als je hem wil zien dus, is de documentaire van Johnny Hogeland op 31 december te zien. Ja, en dan zeg ik tegen jullie, dit was een andere Ribéry als anders. Als je dit leuk vond, duimpje omhoog. En je weet het, abonneren dus hieronder drukken en klikken. Want ik ben bijna bij die 1000. En misschien kan jij helpen om daar te komen. Tot de volgende keer.